Ik zit hier naast Tom Kouwenberg. Ik zit naast Peter Bouwman. En ik wilde het toch even gewoon laten zien. Want we hebben hem. We hebben hem gespeeld. Echt gewoon 3,5 uur lang. Dames en heren, Ubisoft, hier is hij. Je hebt Ubisoft Presents gespeeld. Ja, nice, goede game. Wat vet. Een Ubisoft San Francisco productie. Ja jongens, we hebben de South Park The Fractured But Whole gespeeld. Je had het kunnen zien aan dat beginscherm, wat echt typisch was, zoals in de serie is. Ja. Daarom wilde ik hem dus laten zien. Maar heeft Massive hier aan meegewerkt? Ja, natuurlijk. Massive werkt overal aan mee. Laat me raden, het draait ook op de Snowdrop engine. Maar ik wilde gewoon even het beginfilmpje laten zien, want dit is gewoon super episch. Oké, dus we gaan ook niet praten. Oké, doei. What has become of this city? There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control, cats are missing, and townspeople are being victimized. Oh, hey, who pooped on my porch? What's going on with you? Whoa, whoa! We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. Ja, je gaat dus in deze game een superhero spelen. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. Ja, de Stick of Truth was natuurlijk een soort van Game of Thrones-achtige fantasy setting. Ja. Het is gewoon Marvel en DC. Ja, we gaan de Marvel DC kant op. En ik begin van het verhaal ga ik niet laten zien. Sowieso niet, want het is wel echt een vervolg op de Stick of Truth. Maar goed, dat moet je maar echt gaan bekijken als de game straks verschenen is. Maar wat ik hieraan wilde laten zien is gewoon de setting, weet je wel. Je bent gewoon echt een superhero en we gaan ook direct straks de... Je bent echt een superhero, ja? Het ziet er heel serieus uit. Ja, maar het is echt super serieus. Let op, kijk dan hoe serieus het is. Ja, dit is serieus. Hoe Avengers is dit? Dit is gewoon straight up... Hadden ze ook niet die grap van dat de Avengers eigenlijk die titel wouden en dat ze toen zijn gegaan voor Civil War, omdat South Park het al had? We hebben hier een character creation modus. Het is natuurlijk een echte role-playing game waar we hier over praten. Met spullen die je moet verzamelen, met een character die je moet creëren. Echt een vervolg op The Stick of Truth. Ja, er is eigenlijk heel weinig veranderd, behalve de combat. Komen we later op. En ik had zeg maar, voor deze character het idee dat ik hem heel erg wit wilde maken. Als een soort wijze Professor Xavier-achtig type. Je zet dat witte kapseltje erop. Ik had zoiets van, dat is Professor Xavier. Ik zag het. Ik zag het. Nee, echt. Nee, serieus. Nee, die is kaal. Dat snap ik ook wel. Maar wit haar is wijsheid. Ja, zeker. En een ringbaars al helemaal. Ja, maar dat wil ik niet, want dat vind ik smerig. Ja, vind ik gewoon vies. Iedereen die luistert en nu een ringbaartje heeft. Ik ga er meteen huilend scheren. Het is serieus half... Nou, serieus 90% van Nederland heeft tegenwoordig baartjes. En ik vind het zo smerig. Ik ben echt in de verkeerde tijd geboren. Maar dat maakt niet uit. En ik dacht, ik doe ook mijn kleding doe ik verder Gamers Net Blauw. Dat lijkt me wel een goed idee voor deze speelsessie. Ja, slim om toch een beetje Gamers Net mee te nemen naar de Fractured But Whole. Ja, zeker. Zo noemen wij onze redactie ook wel eens. Nou, na een lang weekend zeker. Ja. En ook de handschoentjes even. En dan komen we bij de difficulty. Die moet straks ook wel zeker ingesteld worden. Dit is wel een zeeman dit. Ja, dit is... Ik ben heel benieuwd of ze dit, ook echt meenemen, ja, de gameplay. Ja, dit echt mee, de gameplay. Ja, maar dat is toch... Ja, wauw. Ja, dat is ook het echte leven. Het is gewoon iets moeilijker als je, zeg maar, als je een kleurtje hebt. Ja. Je hebt knipjes gemaakt, toch? Ik heb zeker knipjes gemaakt. Ja. Mocht er niet alles laten zien, dit is wel weer een leuk stukje. Want hier gaan wij onze karakter echt kiezen als... als superhero, ja. Ja, maar ook wat voor stats die heeft, zeg maar. Ja. Dit kan ik me nog herinneren van E3, 2 jaar geleden. Dat ze dit lieten zien. Ja, ja, dit was een van de eerste gameplay dingetjes. Ja. Alright, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Kunstagram. Do you have a Kunstagram page? Ja, en in de game is het de bedoeling dat je heel veel vrienden krijgt op Kunstagram. En je moet heel veel selfies maken met mensen. Maar sommige mensen nemen pas een selfie met je als je een bepaald soort aantal respectable vrienden hebt. Ja, tuurlijk. En zo moet je steeds groter worden. En, dat is wel echt net als de Stick of Truth, waar het ook de quest was om zo populair mogelijk te worden. Ja, nou, dat is er nog steeds. Kunstagram is gewoon Instagram waar je gewoon selfies moet maken. En hoe groter je bent, hoe meer dingen je unlockt in de game. Ja. Dat is een beetje de progressie. Jij speelt natuurlijk één personage. En je hebt hier nu de mogelijkheid uit 3 klassen. Maar ik geloof dat er later wel... Nog dat 3? Dat je wel kan switchen ook natuurlijk. Ja, je kan switchen en er komen nog subclasses bij. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld de elementen gecombineerd later in mijn game. Oh. Ice and Fire. Oh, een song van Ice and Fire. Om toch een beetje terug te keren naar Stick of Truth. Ja, dat is mooi. Absoluut. Mooi. Ja, ik dacht ik ga gewoon lekker tank. Lijkt me gewoon prima. De
blaster is nog niet... Nee, het is niet de tank. Je bent DPS, man. Je bent DPS. En hier gaat het nieuwe combat systeem, gaan we hier laten zien. En ik had net geselecteerd dat ik gender neutral ben. Ah, vet. Dus dat past zich ook aan. Dat is heel, heel mooi. Ja, en je speelt niet alleen, hè. Je hebt namelijk gewoon mensen in je team. Party members. Party members. Fastpass. Dat is een hele goede naam. Ja. Fastpass. Dat is zo pijn. Zo real. Ja. En je ziet linksonder de moves die je allemaal kunt selecteren. En wat dus nieuw is dus die grid waar je op loopt. Dus ja, het is volgens mij altijd een 3x3 lijn, toch? Of het is altijd een baan van 3. Je hebt 3 lanes altijd. Nee, want het verschilt dus per move wat je lanes zijn. Sommige, het is net als schaken. Sommige moves kun je alleen maar op die plek zetten. Ja, maar ik bedoel dat het speelveld eigenlijk altijd bestaat uit... Ja, oké. Okay, soms moet je ook lopen als iemand te ver weg is. Dan push je dan een beurt. Je speelt om de beurten. Dit ben ik dan, de new kid. Doe even... triple burn. Doe ik geen triple burn? Of een heatwave? Nou, maakt niet uit. Maar je ziet dus op de vlakken onder je hoe ver je kracht, zeg maar, reikt. Ja. En wat dat betreft is het eigenlijk een soort schaakspel. En met een quicktime event. Met een quicktime event, zodat je extra damage kan doen. En ik vind het heel knap dat ze hebben gekozen om, vond ik bij de eerste game al, om turn-based te gaan. Want het is best wel een niche. Maar bij South Park werkt het of zo? Het geeft ze wel een soort van bakermat om de grappen in uit te faseren. Dat is wel gaaf. Dat je weet je, na elke aanval kan een domme one-liner en je kunt brute doden en zo erin verwerken. Ja. Dat is mooi. Dat is typisch South Park. En het eerste deel was ook een succes, weet je wel. Dus was niet gek dat ze daar nog een keer lekker gingen voorbeduren. Nee, absoluut. Oh, consumables zit er ook allemaal in. Ja, het is echt een... het is net een JRPG. Het is echt een JRPG. Ja, het zijn natuurlijk allemaal grappige verwijzingen. Je gaat ook taco's maken bij... hoe heet je ook alweer? Ik zou het niet weten. Ja, het ik heb al een tijdje geen seizoen meer gevolgd. Ze zijn ontschoten. Wat erg. Ik ben vooral ook meer benieuwd naar de scheten. Want ik hoorde iets over dat er wederom scheten in zitten. Maar dat je nu ook zelf de scheet kan, zeg maar, besturen. Ja, je bestuurt de scheet. Ik heb het niet laten zien, want ik vind dat zelf een beetje flauw. Ik vind dat niet het grootste, leukste ding van de game. Ja, het is een minigame. Je kan elk toilet kun je scheiten. En dat zit de unlocks ook aan vast. Dus sommige toiletten zijn moeilijker dan andere. Het is een beetje het picklock mechanisme. Ja, van, het lockpick mechanisme, inderdaad. Dat je met 2 sticks moet je een beetje de juiste spot van de scheet vinden. Ja, ik snap dat heel veel kiddo's dat heel grappig vinden. Maar ik vind het gewoon echt te flauw. Ik vind de, ik kan er niet om lachen. Het sociaal-maatschappelijke commentaar van South Park vind ik sterker dan de poep precies, en pieschappen. De poep en pieschappen vinden... Ja, dat kan... Ja, het is altijd... South Park bestaat uit die balans tussen poep en pies, maar ook gewoon sociaal-maatschappelijk heel genuanceerd en geëngageerd zijn. Ja, vooral dat. Ja. Kijk, dit is een schild. Vet, hè? Dan kun je mensen protecten. The human kite. Ja, ik vind de moves zijn wel echt super goed gemaakt, hoor. Ja. Het ziet wel echt super tof uit. En ook deze quicktime-elementjes. En zie je? Nu zie je ook dat je, iemand kan insluiten tussen 2 characters. En dat levert dus extra damage op. Het is, ik denk dat het wel een leuk, zeg maar, klein tactisch spelletje is. Ik weet niet in hoeverre het veel diepgang gaat krijgen. Maar het is in ieder geval iets wat gewoon lekker tussendoor speelt, terwijl je dat hele verhaal natuurlijk meebeleeft. Het is sowieso een stuk dieper dan de vorige, zeg maar. Ja, nee, nou, absoluut. Maar ook vooral omdat je nu ook die diepte hebt en zo. Dat is netjes gedaan met die grid. Ja, die grid is echt heel fijn. Het is gewoon schaken. En het is ook wel een leuk thema waar ze in werken natuurlijk. Met die superhelden stuff. En we horen ook nu ook de achtergrondmuziek is helemaal aangepast aan deze battle. Omdat hij een redneck is, zit er nu ook redneck muziek op de achtergrond. Ja, lekker banjootje. Ja. Dit wordt trouwens de... Ik ga straks een supermove maken. Die moeten we echt even zien. Die is echt fucking awesome van de human kite. Die meter vult zich op. En op een gegeven moment kan je dan dit doen. Oh ja. Luido. So satisfying. En dat is het. Maar hij is nog niet dood. Nee. Hij zit ondertussen de app ook, die human kite. Oh, mooi. Dit is, toch even. Maar ze hebben elke klas of elk personage heeft ook zijn eigen super, zeg maar. Ja. Zijn eigen ult, of hoe je het ook zijn eigen ult. Ja, en dit zijn dus niet alle characters die je kan krijgen. Er zijn er meer. Je team bestaat uit 4 mensen, maar je kunt gewoon selecteren wie je mee wil nemen. En over het verloop van de game krijg je steeds meer maatjes waar je uit kan kiezen. Waaronder straks ook Cartman zelf. Ja, want je speelt volgens mij sowieso als de Coon and Friends, geloof ik, hè? Ja. Het narratief is natuurlijk dat de Coon and Friends ruzie krijgen. Ja, ruzie hebben met superpiles. Maar dat is wel interessant. Dat je dan, je zit dan aan 1 ding vast sowieso. Ja, en je ziet er ook dat je gewoon experience krijgt. En, Artifact Hunter. Jazeker. Zo, completionist bait. En dit is het laatste stukje wat ik wilde laten zien om even te laten zien hoe ver de game gaat. Oké. Okay.
Oh. Oh, hey. Dit is in een kerk. I'm in your imagination. Ah. Just a friendly Catholic priest who would like to get to know you better. Yeah, that's right. I'm totally in your imagination, too. About to give you a shoulder rub. Ever imagine you'd feel something like this? Let me adjust the lighting in here a bit so we can get some visuals with that. Oh, de muziek is ook heerlijk, ja. De muziek is ook goed, ja. Dit moet je verslaan. En ik ga hier verder niet heel veel meer over spoilen. Dit was de eerste glimp van de eerste 3,5 uur van South Park, The Fractured But Whole. Wanneer komt die uit? 17 oktober aanstaande kunnen we ermee aan de slag. Eindelijk? Ja, eindelijk. Er is heel veel uitgesteld. Maar hij komt nu echt, mensen. Ja, zeker weten. The future is now. The future is now. South Park, The Fractured But Whole gaat echt verschijnen. Ja, je leest er alles over op gamers.nl. Ja, super vet. Peter, thanks voor je demo. Ja, jij bedankt voor het luisteren. Ik was erbij. Dat was je zeker.